Welkom in mijn show. Leuk dat ik er weer mag zijn. Wat ik ga doen vanavond, ik heb heel veel nummers geschreven. En ik wil vandaag een beetje nieuwe nummers doen, dus daarom is het weer een show. Ik heb iets van 65 nummers, ik ben een beetje de tel kwijt. Het eerste wat ik ga doen is een nummer echt van mijn... dit is een nieuw nummer, want normaal, de meeste van mijn nummers, die hebben een beetje een slechte tekst en een flauwe grap op het einde. Terwijl dit nummer wat ik nu dadelijk laat horen, dat is een heel elegant nummer. Er zit een probleemstelling in en ook een oplossing. En het eerste couplet is in het Engels voor mijn buitenlandse vrienden. Het heet Vrouw van je droom, zal even de piano gaan spelen. Zo, dus het heet Vrouwen van je dromen. Nou, waar zou het over gaan? Ik weet het niet. Het is niet een heel ingewikkelde compositie dit keer. Oh, ik zing trouwens niet meer. Dus vroeger zong ik, probeerde ik te zingen op muziek, maar het gaat mij meer om de tekst. Dus ik vind mijn tekst altijd heel erg leuk. Maar als ik probeer te zingen, dat vind ik nergens voor nodig. Dus als ik per ongeluk zing, dan is dat niet de bedoeling. Maar ja, het is gewoon een leuke tekst. Ik moet dat zo lachen om mijn tekst. Oké, komt-ie. Eerste couplet in het Engels. Women of your dreams, they come and go it seems. They seem to go and come. Where do they keep coming from? Nou, in het Nederlands is hij mooier, let op. Vrouwen van je dromen, die gaan weer en die komen. Die komen en die gaan. En waar komen ze vandaan? Ontvangt die... Nee, dat is de couplet, hè? Is er een geheim kantoor, door vrouwen en ervoor, die de vrouw van je dromen naar je toe doet laten komen. Wordt zonder dat mannen dit weten hun dromen doorgemeten met geheime apparatuur in bed, met draadloos internet. Die data wordt dan geanalyseerd, statistisch geëxtrapoleerd om tot de conclusie te komen: de naam van de vrouw van zijn dromen. Vrouwen van je dromen, die gaan weer en die komen. Die komen en die gaan, waar komen ze vandaan? Ontvangt die vrouw dan een brief in een blauwe envelop? Deze man is vrijgekomen, zoekt u hem binnen 4 weken op. En als zij dat niet doet, dan krijgt zij levenslang in een koude, donkere kamer met bloemetjes behang. Nou, natuurlijk bij alle vrouwen in het publiek is dit geheim verteld, dus wel bekend. Maar dat kun je niet zeggen, want als een vrouw dit geheim vertelt, nou dan pas zijn de rapen gaar. Dan krijgt zij dubbel zo lang en verven ze haar haar in een kleur die ze niet wilt. Vrouwen van je dromen, die gaan weer en die komen. Die komen en die gaan. Waar komen ze vandaan? Hoe zou dat toch steeds weer komen? Steeds weer nieuwe vrouwen van je dromen. Het komt denk ik hier vandaan. Ja, dit is een serieus einde. Dat ook dromen komen en... gaan. Zo, mijn nieuwe nummer is want dit was een hele simpele melodie, hè? Dat hebben jullie waarschijnlijk wel gehoord. In mijn eentje speel ik er wel wat complexer, maar niet in een theater. Ik ga een parodie doen. En wat ik ga doen is, ik ga eerst een stukje spelen zonder mijn tekst erbij. En dan kun je raden wat het is. Het is een heel bekend nummer. Dat... Zonder tekst, kijk maar vermoord. Ik vind namelijk als ik hem speel zoveel mooier. Weer kennen.
iemand, hè? Dat is een parodie op het nummer heet 16.777.216 kleuren. Een parodie op alle kleuren van K3. Nou oké, okay, zodat ik wel hoor, het is in ieder geval heel erg duidelijk. Het nadeel aan een parodie is dat de tekst natuurlijk niet helemaal van mij zijn. Maar je zult zien dat het toch heel erg anders is geworden. En omdat jullie, ik wil niet dat jullie achteraf dat het stukjes op mijn plek vallen, ze verklap alvast. Dat de persoon van het liedje is een mobiele telefoon. Dus het gaat om een mobiele telefoon die de stem doet. Dat even duidelijk, want dan snap je meteen waar het om gaat. En dat is namelijk, ik vind het wel een leuke tekst zelf. Oké, dus daar gaat hij. Goh, dat niemand dat raadde, zeg. Dat is trouwens eigenlijk nooit zo. Bij allemaal andere hits van K3 ook niet. Mensen dat niet horen. Nou, doe ik dit wel heel gevoelig spelen, hè? Je zult wel zien dat dadelijk verandert. Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn. Van Afrika tot in Amerika, ja, wij zijn zoveel mooier als wij samen zijn. Rijk je hand naar mij uit, jouw ringtoon is de mijne. Ik laat je dromen van betere tijden. Is jouw huid donkerder of bleker dan de zijne? Ik kan je helpen het verschil te doen verdwijnen. Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan. Want zo doen mensen elkaar niet zo'n pijn. Het is veel beter dat wij voortaan op Facebook zijn. Op Tinder zijn, van Afrika tot in Amerika. In de stiltecoupé van de trein. Van Afrika tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier als wij goed hoorbaar zijn. De planeet waar je woont, als die soms te grauw is. Ik kan je helpen spetterende dates te gaan beleven. Waar het niks uitmaakt of hij transgender, bi of maagd is. Want met jouw zoektermen waar is alles eigenlijk om het even. Niemand op straat ziet je staan, er. Niemand op straat ziet je staan en spreekt je aan. Waarom? Want doen dan zo mensen elkaar niet zo'n pijn. Het is veel beter dat wij voortaan op Facebook zijn. Op Tinder zijn, van Afrika tot in Amerika. Vooraan bij Jannes, op het Megapiratenfestijn. Van Afrika tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier als wij aan het filmen zijn. Als jij nu met mij in je hand gaat staan. Tinderen onder de zon, één voor één. Dan is de hemel op aarde voortaan van iedereen, van iedereen. Van Afrika tot in Amerika, bij de begrafenis van Tante Trein. Van Afrika tot in Amerika, ja, wij zijn zoveel mooier als we dan op Facebook aan het rouwen zijn. Dat was het! Dankjewel! Het is een beetje een plattere misschien, maar het zit dus wel een flauwe grap op het einde, dus dan moet je me vergeven. Het gaat over vrouwen, het is wel een parodie, dus er is een stukje, mag je raden van wie het is, oké? Okay? Ja. Even een slokje. Ik heb dus niet de hele dag doorgeoefend, deze andere nummers wel. Kent iemand hem? Nee. Tijd een stuk wordt wel duidelijk waar het over gaat.
Een beetje dorst. Even de goede eerste toon, hè? Een beetje dorst. In mijn hart, ik ga mij vanavond eens een biertje kopen. Ik ben de stad al in aan het lopen. Hallo meneer, dag mevrouw, doet u mij maar een biertje. En zolang de bar blijft open, zal ik een nieuwe blijven kopen. En zij zegt heel zachtjes, blijf jij één of meerdere nachtjes? Heel zachtjes. Zij doet naar mij knipogen, terwijl ze de bar af is aan het drogen. Britje. Hittegolf in haar hart, zij doet mij voor een biertje naar haar kamer komen voor het realiseren van haar heetste dromen. Teleurstellingsgolf in haar hart, ik had mij die avond al veel te veel bier genomen, dus er kon fysiologisch niks meer van komen. Zij wil mij en ik wil bier, dat zijn fundamentele, ja, levensbeschouwelijke overtuigingen. Ja, en dat vindt zij niet leuk. Dus ik zeg heel zachtjes, maar niet te onverstaanbaar zachtjes. Heel zachtjes. Eigenlijk alles wat ik nog kon articuleren, voor ik naar huis deed wederkeren. Hey ja, nene, hey ja, mama die, yo. Hey ja, mama die. Dankjewel.